Beste studenten, welkom bij deel 9 van Challenge 5. In deze video gaan we een policy aanmaken. En in de voorgaande video's hebben we al een stukje voorbereiding gedaan. We willen namelijk een background policy gaan maken, waar we met een bureaubladachtergrond vanuit de server gaan distribueren naar alle gebruikers en alle werkstations die zich gaan aanmelden op het domein. Nou, ik ga mijn server openen. En in een vorige video hebben we gezien dat we inmiddels een e-schijf die we data genoemd hebben aangemaakt. We hebben een background map aangemaakt. Die hebben we ook geshared. Via sharing. Wat is die share dan? Nou, dat zie je weer staan. Netwerkpad. Dit is mijn share. Zo kunnen we die dadelijk benaderen. En ja, dan moet ik er wel nog even een achtergrond in zetten, want ik heb daar nog geen afbeelding in gezet. Nou, die ga ik even maken. En voor de testdoeleinden ga ik geen moeilijke dingen op internet zoeken. Ik ga Good Old Paint gebruiken op de server. En ik ga hier, omdat het kan, AGDLP neerzetten. Want volgens dit principe zijn we nu die policy aan het uitdelen. Althans hebben we die mappenstructuur aangemaakt. Nou, dat is misschien wel erg groot. Een beetje kleiner maken. Maar het AGDLP principe. En dit ga ik dadelijk als achtergrond neerzetten voor mijn werkstations en voor mijn gebruikers. Nou, die file die ga ik even opslaan. Save as. We gaan er een JPG van maken. Nou, waar ga ik die nou opslaan? Ja, op die nieuwe dataschijf en die nieuwe share background. Hoe ga ik die dan noemen? Background. .jpg. Hier staat die background. Alleen zie ik nou nog niet die extensie. En dat vind ik vervelend, want ik weet nog niet of het een JPEG is of een JPG of iets anders wat daarop lijkt. En dat vind ik vervelend. Dus ik ga even die extensies die ga ik aanzetten. Dat doe ik via View in mijn verkenner. En ik zet een vinkje bij File Name Extensions. En op het moment dat ik dat doe, dan zie ik weer gewoon de extensie van dit bestand. En in dit geval is het inderdaad een JPG-file. Nou, die JPG-file die staat hier goed. Ik ga eens even kijken of de rechten nog goed staan. Properties. Security. En ik zie hier inderdaad de DL background met zijn read-rechten die we op de map background hebben gezet. En alle bestanden die hier nou inkomen, die erven de rechten van de bovenliggende map. En die bovenliggende map, die heb ik net goed gezet. Dus de rechten op deze file, die staan ook meteen goed. Nou, dan heb ik dat geregeld. Nou moet ik hem alleen nog via een group policy gaan aanmaken. En dat doe ik via tools. Group policy management. Nou, die staat op dit moment mooi op mijn forest.rogierkeijers.local. Daar hoef ik hem niet op te zetten. Ik ga naar een domein. En ik ga naar mijn OU-structuur Roger. Want daarin had ik mijn users gezet en mijn computers uiteraard ook. Maar in dit geval wordt het een user policy. Nou, bij Group Policy Objects. Hier komen dadelijk al mijn policies te staan die ik nodig heb. Of die ik ga aanmaken voor dit domein. Ik ga eerst eens een nieuwe aanmaken hier. Ik klik op Group Policy Objects, rechtermuisklik. Nieuw. Nou, hoe gaan we die policy noemen? Nou, in dit geval ging het om de achtergrond. Ik noem hem background.
In dit geval heb ik de policy aangemaakt, stap 1. Stap 2 is, ja, waar moet die policy dan op komen te liggen? Nou, die ga ik dus slepen naar de OU, de Organizational Unit Roger. Iedereen die lid is van Roger, iedereen die daaronder valt, die moet dadelijk die background policy krijgen. Nou heb ik hem alleen nog aangemaakt en op de juiste OU-unit gezet. Moet hem wel nog even gaan editen. Dus ik kan hem hier editen, onderin bij Group Policy Objects, of ik kan hem bij Roger editen. Het zijn beide dezelfde dingen. Als ik hem bovenaan pas, wordt hij onderhoog aangepast. Pas ik hem onderaan, wordt hij ook bovenaan aangepast. Rechtermuisklik, edit. En nou zien we meteen dat we twee soorten policies hebben. Policies die betrekking hebben op de computer configuration en policies die betrekking hebben op de user configuration. In dit geval is onze achtergrond, gaan we een user configuration van maken, een user policy. Nou, waar staat dat dan? Ja, dat weet ik ook niet. Dat heb ik ook maar gegoogeld. En ik heb bureaublad achtergrond policy heb ik gegoogeld. Ik heb die uiteraard een beetje aangepast. Op welke unit komt die te liggen? Op de map Roger, dat heb ik net al gedaan. Hoe heet die policy? Background heb ik ook al gedaan. De policy location en de settings, daar gaat het nu om. En ik ga deze mooi volgen, die policy location. En dan kom ik er wel aan, vervolgens zijn dit de settings. Nou, ik ga naar policies onder de user configuration. Administrative templates, desktop, nog een keer desktop. En dan zie ik hier rechts, zie ik alle policies die ik kan aanpassen. En in dit geval wil ik de desktop wallpaper hebben. Hij is op dit moment nog niet geconfigureerd. Dat wil zeggen, hij doet nog niks. Ik klik er twee keer op. En ik kan de settings aanpassen van deze desktop wallpaper. Nou, ik wil in ieder geval enabelen. Dat wil zeggen, ik ga hem aanzetten. Hij moet gaan werken dadelijk. En vervolgens moet ik, ja, geef het bestand maar, de wallpaper neem. Echter, ik moet nou de volledige share en de volledige naam van het bestand moet ik gaan invullen. Nou, wat was ook alweer die share? Nou ja, dat was iets met \\. Ik weet het niet meer precies. Maar maakt niets uit. We gaan even naar die map background. Die hier staat. De background map. En daar ga ik met de rechtermuisklik op klikken. Ga naar de properties. Ga naar sharing. En hierboven staat dat netwerkpad. En dat pad heb ik nodig om dadelijk in te vullen bij de policy. Dus ik selecteer hier alles, inclusief de twee \\ en inclusief het $. Ctrl-C om te kopiëren. En ik plak die nu via Ctrl-V bij de wallpaper neem. Dan ben ik nog niet helemaal klaar. Ik moet ook nog aangeven hoe dat bestand heet. Er komt nog een \. En ja, geef die filenaam maar. Nou, in mijn geval was dat background.jpg. En die extensie is hier ook belangrijk. Als ik hier de foute extensie invul, dan gaat hij het niet doen. Dan zegt hij van, ja, ik kan het bestand niet vinden. Dus vandaar had ik bij view, had ik die list file extensions heb ik aangezet. Zodat ik precies weet hoe dat bestand heet. We laten hem gecentreerd staan, dan gaan we verder niks aan veranderen. We hebben hem enabled en we hebben gezegd, waar kan ik hem dadelijk vinden? Gezien vanaf het werkstation. Dus je kunt nog niet zeggen, ja maar meneer, die staat toch op de E-schijf op de server? Ja, maar op die server komt deze policy niet te werken. Deze policy gaat werken op het werkstation. En dan moet ik ook dus vanuit het werkstation gaan denken, waar kan ik dat vinden? Nou, op deze share, /dc_signal1/background$\background.jpg. Oké. Nou, in dit geval is hij aangemaakt.
Ik kan nog even voor de zekerheid controleren via settings. Wat zijn nou mijn instellingen dan? Nou, je ziet hier, ik ben via User Configurations naar Policies, naar Administrative Templates, naar Desktop, naar Desktop gegaan. En vervolgens heb ik de Desktop Wallpaper enabled. Wat was de naam van dat ding? De volledige naam met de volledige share naam erbij. Dat was deze. En de wallpaper style stond gecenterd. Dat vind ik op dit moment prima. Nu de belangrijkste test. Gaat dat ding ook werken dan? Nou, ik ga mijn werkstation opstarten. Op dit moment ben ik al ingelogd met mijn domeinuser Roger Keijers. En op dit moment doet hij nog niks. Ik ga wel eens even kijken, kan ik überhaupt wel bij die share komen die ik net heb aangemaakt? Ik ga even mijn verkenners starten. En bovenin bij Quick Access, daar kan ik op klikken. En dan kan ik hier dat pad ingeven waar die achtergrond zich bevindt. En dat was backslash, backslash. Server, dat was de DC-sit01. Backslash. En nu zie ik al welke volumes of welke mappen al inmiddels geshared zijn. Nou, de netlogon en de sysvol. Maar dat hoef ik niet te zijn. De background dollar, die zie ik niet. Hier, waarom niet? Ja, daar staat dat dollarteken achter. Background dollar. Nou zou die het moeten doen. Dan kom ik er ook. En ik zie hier inderdaad die background JPG die ik op de server heb aangemaakt. Die staat hier. Ik kondig dus in ieder geval mijn AG-DLP principe werkt. En als het goed is, gaan we even testen. Ik heb hier alleen maar leesrechten, dus ik zou hier geen nieuw bestand aan moeten maken. Tekstdocument wil ik plaatsen. En dan zegt hij, you need permissions to perform this action. Access denied. Ja, dat klopt. Ik heb alleen maar leesrechten. Ik mag hier niks wegschrijven. Dus in zoverre klopt dit. Nou, hoe kan ik nou testen of mijn achtergrond werkt? Dat is heel makkelijk. Even uitloggen. En even opnieuw inloggen. En daar zie je nou de afbeelding die ik gemaakt heb op de server. Die krijg ik nu als bureaublad achtergrond te zien. Op mijn werkstation. En daarmee heb ik bewezen dat deze policy in ieder geval werkt. En tot zover dan deze video.